Wat gebeurt er als je een amateurteam alle wetenschappelijke kennis, begeleiding en data-analyse geeft die profvoetballers ook krijgen? Dat is te zien in de docu-serie FC Banlieue, waar een Rotterdams amateurteam het experiment aan gaat. Data en dat soort dingen. Nee, daarover waren ze wel op de data, inderdaad. Ja. Data, waarom moet alles altijd bij het oude blijven? En wat zou er gebeuren als we al die kennis, al die data samenbrengen en een gemiddeld jeugdteam vol pubers hulp krijgt van de profs? Beelden vertellen altijd alles. Bij ons echt alles zien. Eén team. Waar ben je bang voor wat er kan gebeuren? Eén experiment. Ja, je moet een beetje impact maken. Ja, aan tafel Nico, de coach, aanvoerder Jonas, spits Stijn van FC Banlieue onder de 19 en Bart Vriends, hij is van Sparta. En jij bent een van de profvoetballers die dit team heeft geholpen. Want jij als profvoetballer, om toch even daar te beginnen, dat betekent dat jullie elke dag met van alles gemonitord worden eigenlijk, hè? Ja, iedere ochtend wordt gevraagd hoe voel je je vandaag van 1 tot 20? Hoe zwaar was de training van 1 tot 20? We lopen op de training met zo'n GPS-meter die de afstanden meet en het tempo meet. Ja. Dus de luie spelers worden er snel uitgefilterd. En dat is iets wat de laatste 5-8 jaar normaal is geworden, maar daarvoor eigenlijk niet aan de hand was. En dat is een van de tools die we gebruiken. Juist, en toen dacht de coach, dat zou ik eigenlijk ook wel eens willen met mijn jongens, of niet? Ja, ik ben wel benieuwd wie de luister is van het team natuurlijk. Dus, wist je dat niet? Nee, ja, ik vermoedde wel wat, maar dat bleek toch niet te kloppen. Oké, want je vermoedde dat het je eigen zoon was? Ja. Ik dacht van, die loopt de kantjes er al, weet je. Hij is een beetje een lolbroek, zeg maar, weet je. Ja. Dus, maar dat was niet zo? Nee, dat was niet zo. En hij raakte geblesseerd, ook moet ik eerlijk zijn. Dus later is het niet meer gemeten. Dus. Maar geef eens aan, want jij staat als coach voor de jongens. We gaan straks wel een paar fragmenten uit de serie zien. Maar toch even, jij denkt dan ook van, er zit meer in die jongens dan dat eruit komt tot nu toe nog, of ja, niet? Dat weet ik wel zeker, ja. Ze zijn de leeftijd 18, 19 jaar natuurlijk. Ze gaan wel andere hobby's ontdekken. Vrouwen en werken en studeren. Hobby's, vrouwen. Ja. Nou, allebei in één. Soms zeg kunnen maar. Ze samenvallen. Ja. Die we hebben hier een model aan tafel zitten. Ja, klopt. Ja. En jij bent al best wel doorgebroken als model ook. Dat zou ik niet zo zeggen. Maar... Ja. En want ik hoorde jou zeggen in de serie van... Nou, als ik moet kiezen tussen voetbal en het modellenwerk... dan kies ik toch voor het modellenwerk. Ja. Komt omdat je een beetje lui bent natuurlijk. Dat nee, dat valt hartstikke mee. Nee, ik denk toch, zeg maar, voor mijzelf zou ik dat beter vinden, denk ik. Omdat ik niet denk dat ik met voetbal iets groots ga bereiken, zeg maar. Daar heb je te weinig talent voor, bedoel je? Ja. Ja. Jij bent spits, hè? Ja. Kom je Bart voorbij? Jij bent verdedigd, toch, Bart? Ja, zeker. Ik ben benieuwd dat je gaat antwoorden. Ja. Ik was niet bij die training. Nee, dat is maar... ik was er niet. Ja. Nee. Maar dit is een experiment. Dit is een experiment. Laten we even kijken wat we allemaal gaan zien in dat experiment. Want waar het over gaat is van... kun je dus eigenlijk met alle middelen die professionele teams tot hun beschikking hebben... als je die aan een amateurclub geeft... zou je dan meer kunnen bereiken met die amateurclub... dan zonder die professionele hulp. Ja. Jij bent als coach, staat daar natuurlijk vrij in het hart van alles wat er gebeurt. Kijk even wat er gebeurt en waar jij naar wat jij allemaal zo te zien krijgt ook. Sommigen hebben al een enkelband uit de gevangenis. Ja, ik ben er nog een. So here you see the coach platform. It will help you to have an overview on all the different details of the performance from your players of each training and each game. So exactly. I can see who's lazy, and who's not. Exactly. I'm not very good with the computer. I can turn it on. You will be. Ja, Nico, want je moet ook een beetje weten wat voor voetbal je sowieso wil spelen eigenlijk. Wat voor voetbal wilde jij spelen met die jongens? Ik kom uit Rotterdam. Dat kun je wel horen, denk ik. Ja, dat kun je wel horen. Maar, ja, zoals Arne Slot natuurlijk, een beetje tiki-taki voetbal van Feyenoord. Het tiki-taki voetbal. Ja. Een beetje een mooie opbouw. Is hij een beetje de Arne Slot, jongens, of niet? Je mag vrij praten hier. Alleen qua kapper. Alleen qua kapper? We hebben dezelfde kapper. Tiki-taki is eigenlijk zoveel mogelijk na elkaar spelen... zonder natuurlijk de bal te verliezen. Hij mag er niet uit en hij mag ook niet naar de tegenpartij. Daar heb je een soort... een meetinstrument voor, dat heet de paasratio, geloof ik. Hè? Ja. Hoe lang kun je de bal zeg maar binnen de ploeg houden? Wat denk je dat... Ja, je weet het natuurlijk al. Maar wat dacht je van tevoren dat jullie paasratio zou zijn? 5, 6, 7 misschien wel. Ja. Dat was volgens mij toch iets minder. Kijk even mee. Ja. Hoeveel keer denken jullie dat jullie naar elkaar paasen in een wedstrijd?
In heel de wedstrijd, zeg maar, heel de wedstrijd? Hoeveel... Nee, gemiddeld. Dus gemiddeld, jullie krijgen de bal. En hoeveel keer spelen jullie hem over voordat jullie hem kwijt zijn? Drie keer. Dat noemen ze met een wat duurder woord het paasratio. Ja. En die staat bij jullie op... 2,2. Dat is sowieso een beetje wat data ook met je kan doen, zeg maar. Je hebt een bepaald beeld van jezelf of van je team. En de cijfers liegen er niet om. Dus die kunnen je ongelooflijk om de oren slaan. Dat was hier ook. Ja, kun jij voor jezelf een voorbeeld geven? Dat jij, heb jij wel eens dat je denkt, oh, wat heb ik lekker gespeeld? En dat dan blijkt dat dat niet zo is? Ja, zo vaak. Nou, het is eerlijk gezegd eerder andersom. Dat ik na de wedstrijd denk, het was kut en waardeloos. En dan blijkt uit de beelden dat vooral die twee slechte momenten in mijn hoofd zijn gaan zitten. En dat de rest eigenlijk wel oké was. Dus dan wordt het iets meer genuanceerd. Maar ja, soms denk ik ook, ik heb waanzinnig veel gelopen vandaag. Ik heb echt mijn best gedaan. En dan blijkt het toch allemaal wat tegen te vallen. Herkennen jullie dit dan een beetje? Ja, ik moet zeggen dat ik niet heel veel ernaar heb gekeken. Maar af en toe dan schrok je wel, zeg maar. Bijvoorbeeld dat je in die app kon je dan zien hoeveel kilometer je had gelopen in de hele wedstrijd. En dan stond er 8 kilometer en dan dacht ik, dan voelde het alsof ik 20 had gelopen. Is 8 kilometer, is dat weinig? Of? Nee, ik heb geen idee. Wat vind jij, Bart? Het is wel aan de lage kant. We zijn nog aan het sleutelen. Nee, ja, we zitten wel zo... Hij is geen professionals. I know, maar daar wil je wel heen. Maar hij is een hangende spits, hè? Hangende spits, die lopen niet, hè? Maar heb je eigenlijk iets met voetbal, Jeroen? Maar daar horen we jou nooit over. Heb je iets met sportvoetbal? Nou, ik heb wel iets met sport. Ik vind ook heel... Ik kijk heel erg graag naar voetbal. Maar ik heb ook één keer een fantastisch doelpunt gescoord. Zelfs toen ik voor een of ander... maar dat was omdat ik over de bal heen schopte. Toen ging die via mijn standbeen ging die toch de goal in. Dat zegt genoeg, dus dat zegt wel alles, denk ik. Ja. Maar jullie willen graag professionals worden, of dat niet? Is dat het doel? Coach, kom op. Wat de droom, de droom van hen is denk ik nog steeds bij profclub te komen. Of is het jouw droom? Nee, ik ben als vader begonnen. Ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Hoor. Ik ben als voetbalvader begonnen, altijd zelf. Maar je wil hoofdklasse gaan spelen? Nou, we willen naar de hoofdklasse eigenlijk. En naar de divisie zo hoog mogelijk natuurlijk. En er zit veel in die jongens, ze hebben veel talent. Ja. Maar merken we nu al, want Jona, jullie spelen nu sinds begin van dit seizoen, geloof ik zo, hè? Vanaf september. Merk je al vooruitgang? Ja, zeker wel. Vooral de trainingen en ook het ontstaan van ons eigen speelstijl. Dus dat tiki-taka, dat dachten we, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. We speelden dus eigenlijk veel directer. En vooral diepe ballen. Ja, diepe ballen. Maar eigenlijk zei tegenovergesteld een van de trainers, die zei eigenlijk, dat is helemaal niet erg als je daar gewoon op focust en daar je best voelt. We zien jou hier met Bart. Wat leert Bart jou hier dan? Een beetje positiespel, denk ik. Dit was een training die ging over scannen en positionering. Dit ging dan meer over het positioneren, ook tijdens het voorzetten, verdedigen. En daar kan hij even veel geleerd. Ja. Ja, het gaat vooral over, ik heb het over data, maar het gaat eigenlijk meer over alle innovaties, zeg maar, die in het voetbal. Ik heb het overigens niet bedacht, Wouter Vogel, de regisseur, heeft dat, het komt uit zijn hoofd. Maar dit gaat over scannen en dat heb ik zelf de afgelopen jaren ook geleerd. Daar was ik vroeger nooit mee bezig. Maar, wat is scannen? Simpelweg goed om je heen kijken. En dan kom je erachter, ik in ieder geval, dat er zoveel momenten in een wedstrijd zijn waarop ik informatie had kunnen vergaren over wat er om me heen speelt. Maar dat ik gewoon naar de bal aan het kijken was. En als je eenmaal leert om heel veel om je heen te kijken, eigenlijk consequent om je heen te kijken, dan kan je veel betere beslissingen nemen. En daar hebben we het bijvoorbeeld in deze aflevering over gehad. Want kijk, enerzijds heb je dus dat er een aantal prestaties van je gemeten wordt. Hè? Hoeveel loop je in een wedstrijd? Of hoe lang kan je de bal in het spel houden? Wat dan ook. Maar wat is er nog meer wat er allemaal getest wordt? Wat staat jullie nog meer ter beschikking? Ook jullie professionals? Nou, dat valt binnen clubs soms wel tegen, hoor. Want die zijn vaak druk genoeg met het elftal en de dagelijkse trainingen. Maar wat je wel merkt, zeker de laatste jaren, is dat heel veel spelers gewoon op individueel niveau hulp halen. En dat kunnen diëtisten zijn over voeding, dat kunnen atletiek trainers zijn over beter sprinten, dat kan mental coaching zijn om een sterkere geest te ontwikkelen en dat kan een tactische coach zijn die met jouw beelden gaat kijken. Want daar kom je soms op de club gewoon niet aan toe. En dat is wel interessant. Daardoor haal je heel veel informatie van andere sporten en van buitenaf om er wat beter Nico, ik wil nog even met je hebben over de keeper. Want die keeper die is er nu even niet, die is nu in Marokko. Maar Nasser, die speelt een grote rol, ook in de serie. Hij heeft hulp gekregen van Andries Noppert. Ja. Om van zijn duikangst af te komen. Ja, ik wist ook niet dat hij die had, maar soms viel het op in de wedstrijd dat hij niet duikt. Maar een keeper moet natuurlijk naar de hoeken kunnen duiken, maar dat durfde hij niet. En Andries heeft hem er met succes vanaf op. Laten we even kijken. We hebben het over duiken gehad. Dat is het probleem met duiken. Durf het niet. Het is zoals van, je weet wat ik bedoel. Wat kan er gebeuren? Waar ben je bang voor wat er kan gebeuren? Ik weet
En wat moet er gebeuren? Vertel het mij maar. Want ik weet het niet. Verkeerd neerkomen. Ja. Nou, dan heb je er even 10 seconden last van. Dan is dat ook weer weg. Misschien moet je het ook gewoon doen. Gewoon gaan. Ja, gewoon gaan. En dan ervaar je het zelf. Voor die bal langs. Voor die bal langs. Daar. Juist. Haal die bal weg op. Doe hem maar af. En voor die bal langs. Ja, daar ga je. En hoog. Hup. Juist. Klasse. Vriend, hè. Lekker man. Waarom zit hij aan dat draad eigenlijk? Ja, ik heb ook wel eens aan elastieken en zo gezeten. Dat zal in dit geval zijn om weerstand te voelen. Dus dat hij dan sterk benen krijgt. Dus je echt moet afzetten. Ja, maar wij als verdedigers hebben ook wel eens aan touwen aan elkaar gezeten... om de onderlinge afstand zeg maar, te genereren. En dat soort dingen gebruiken. Jonas, hoeveel wedstrijden hebben jullie al gewonnen sinds september? Sinds september, dat is een tijdje. Ik denk wel een stuk of 10. 10 gewonnen? Ja. Oké. En dat is meer dan zeg maar het jaar ervoor, of niet? Jawel, jawel. Ja? Ik denk dat we wel meer zijn gaan winnen. Ja. Waar zitten de gevoelige plekken? De gevoelige plekken van ons team. Ja? Trainen. Bij de trainer. Ja? Bij de trainer. Ja, want jullie gaan professionaliseren. Maar gaat die trainer wel met jullie mee, die professie? Ik heb al gezegd, we gaan een goede trainer zoeken. En dan word ik leider gewoon erbij. Een beetje gezellig, voor de gezelligheid. Ja, heb jij het gevoel dat je de zwakste schakel aan het worden bent, Nico, of niet? Ja, misschien wel. Ja, nee, maar kijk, sommige jongens heb ik vanaf kleins af aan heb ik bij me, weet je wel. En je hebt al die verhaaltjes al verteld en alles uitgelegd. Op een gegeven moment trainen ze houdbaar, het is ook een keer op, weet je wel. Dus misschien is het wel tijd voor een nieuwe trainer, misschien. Maar jongens, jullie laten hem toch niet vallen, of wel? Nee, natuurlijk niet. En Nico is een people manager, is echt een soort van vaderfiguur voor alle jongens. Dus eigenlijk moet hij er altijd wel op een manier bij blijven, vind ik. Ja. Ja. Oh, wacht even. Jij zegt dus ik wil wel een nieuwe trainer, maar hij mag nog wel altijd gewoon... Ja, nooit voor Nico assistent of zo. De schoenen halen. Hij zet hem op de reservebank. Zet hem, Elke wedstrijd langs de lijn. Ja. Die serie die waarin jullie te zien zijn, die is nu al voor gewoon te zien via NPO Start. Komt ook op de televisie. En dat is geloof ik vanaf 6 mei op NPO 3. Hij is ontzettend leuk. En het is natuurlijk ook een ontzettend goed idee van de maker die daar zit... om deze twee werelden zo bij elkaar te brengen. Ja. Hoe ga je met Sparta? Wel lekker, geloof ik, hè? Redelijk. Het kan iets beter. Ook wij moeten gewoon de innovatie tot ons blijven nemen... en dan stijgen we nog een beetje op de ranglijst. Ja. Dank jullie wel. Ja.